hartstikke blij. We zijn altijd blij met klanten. Dat is wat we doen en waarvoor we doen. Dus welkom. Goedenavond. Het verbod per 1 juli op de verkoop van tabak door supermarkten wordt nu al gevoeld. Dat komt vooral omdat Albert Heijn al sinds begin deze maand geen sigaretten meer verkoopt. Kleinere winkeliers zien nu al een verschuiving bij de consument. Maar het blijft lastig om op de ontwikkelingen in te spelen. Hartstikke blij. We zijn altijd blij met klanten. Dat is wat we doen en waarvoor we doen. Dus welkom. Jos Diependaal uit Apeldoorn ziet nu al wat meer klanten in zijn zaak komen voor sigaretten. Nou ja, we zien dat we wat klanten van die grootgutter al bij ons binnenkomt en ons weten vinden, voor zover hij dat al niet wist. Het verbod op de verkoop van tabak in supermarkten past in het beleid om roken te ontmoedigen. Er zijn ook zeker rokers die daar begrip voor hebben. Minder jongeren die het kunnen zien, hoe minder gerookt wordt de jongeren, hoe beter. Alleen ik vind voor de mensen die al meer dan 20 of 30 jaar roken, vind ik het gewoon minder. Ook die accijnzen, die moeten gewoon eraf, dat slaat nergens op. Op 1 april gaan de accijnzen van tabak opnieuw omhoog. Al deze veranderingen maakt het voor ondernemers lastig om op deze ontwikkelingen in te spelen. Ook voor deze onderneemster in Epe. Een van die dingen is bijvoorbeeld om het zo belachelijk duur te maken. Waardoor ze mensen eigenlijk naar het buitenland sturen. Want ik krijg straks heel veel mensen erbij, als het goed is. Maar hoeveel hou ik? Ik heb nu al dat heel veel van mijn checkklanten in Duitsland kopen en dan halen ze sloffen tegelijk. Ik mag hier een beetje de kruimels verkopen. Maar voorlopig zullen de oude supermarktklanten misschien wel komen. Of misschien toch nog stoppen.